Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. We gaan vandaag echt iets super cools doen, want Roeland die is gepromoveerd. Ik ben gepromoveerd. Nee, ik heb een andere auto, Jordi. Dat zeg ik, hij is gepromoveerd. Ik ben gepromoveerd, ja. En wij willen graag een eerbetoon geven aan zijn oude auto. En we gaan nog niet vertellen wat we gaan doen, maar het is wel echt een awesome eerbetoon aan zijn oude auto. Top idee. Ja, want de Tinky Winky mobiel, zoals Jordi hem noemt. Ja. Omdat mijn mooi paars Suzuki is natuurlijk heel dierbaar voor mij. Ja, maar je gaat nu wel mooi afscheid nemen. We gaan nu heel mooi afscheid nemen. Dus we hebben echt een super cool eerbetoon. En daar gaat deze grote vriend Iwan ons bij helpen vandaag. Ja. En we gaan jullie zo eerst even de promovatie van Roeland laten zien, denk ik. Jazeker. Dus we zien jullie zo en dan gaan we verder. Maar hou de spanning nog even vast, want dit gaat echt super vet. Ja, ja, we gaan geen clickbait doen, maar je moet dit even kijken. Dit moet je echt even kijken. Welkom bij deze Teletubby vlog. Yay. En het gaat niet over Roeland dit keer, maar over deze Tinky Winky. Ja, want dat is mijn mooie paarse Suzuki. Ja, waar we dus afscheid van gaan nemen. Ja, waarom gaan we daar ook weer... Oh ja, omdat ik dat ervoor terugkrijg. Een stuk beter, hè? Ja, het in ieder geval een ster. Ja. Ook eentje in de voorruit, maar ja, in ieder geval één ster. Ja, één ster. Ja, nu nog vijf, vier. Nee, we beginnen met één. We beginnen met één ster. Wij beginnen in de BB, jij begint met één ster gelijk. Dus. Ik begin met één ster, ja, zeker. Maar we gaan vandaag dus afscheid nemen van deze paarse paus Tinky Winky mobiel, hoe je het wil noemen. Pausmobiel? Een nieuwe naam. Ja. Op de laatste dag een nieuwe naam. Ja. Ja. We gaan hem helemaal slopen en dan zien we Roeland tegenwoordig in deze mooie bedrijfsbus rijden. Ja, zeker. De Bajordi bedrijfsbus. Dus we gaan nu eerst even het paard pakken en dan zien we jullie zo als we binnen alles klaar gaan zetten, denk ik. Ja, zeker. Mooi. Maar. We gaan kijken naar Roelands inparkeerkunsten met dit mooie paarse monster. Ik zit natuurlijk al jaren aan gewend, dus we gaan het niet zo ruim maken, want dan kan hij prima doorheen rijden. Kom! Jawel! Zie je, hij kan redelijk oké rijden. Hij denkt echt dat hij de bus al heeft, zie je dat? Hij rijdt ermee alsof het een vrachtwagen is. En het idee, meneer Roeland, je rijdt er al mee alsof je met de bus rijdt, maar het idee is dat je achteruit inparkeert. We gaan het even iets moeilijker maken. Tussen de hindernis en de balk. Tussen de hindernis en de balk. Heel veel succes. Achteruit inparkeren. Niks ervan. Cheers. Waarom kan die ook nooit een keer luisteren? Heel grappig. Achteruit inparkeren is niet gelukt. Oh. Hoe ver ben je er vanaf? Zo is mooi. Ja? Dat is mooi? Ja, klinkt die mooi. Bam, dat kan echt niet. Wat dom, het is altijd wat met hem. Denk je, ja, hou rekening met de paarden. Er zijn natuurlijk nu gelukkig geen paarden, maar dit soort dingen... Zouden niet helemaal moeten. Wel, dit mag gewoon. Probeer ik mag dit ook gewoon. Zeker niet thuis uit. En Roeland gaat ermee vasthouden. Dan ga ik even de hindernis eromheen bouwen. Volgende. Jordi gaat de hindernis eromheen bouwen. Dat kan. Neem de balk even kort voor jouw auto, zie je dat? Ja. Ja. Pretty kut. We gaan even creatief doen. Je kan toch hem net precies tegenaan zetten? Tegenaan zetten. Ja, tegen de zijkant van de auto. Dan kan je dat gaan we nu doen. We hebben de warming-up gedaan. We hebben wat sprongetjes gemaakt en we gaan naar ons leven wagen, denk ik maar. Om deze auto te springen. Heb je goed afscheid genomen, Roeland? Ik heb wel goed afscheid genomen. Dit kon wel eens het laatste beeld van je auto worden. We gaan het maar eens proberen, hè? Kom, jongen. Nou Roeland, ik denk dat je de bus nog maar weer in moet leveren, want je auto heeft het aardig overleefd.
Je mist één spiegel. Alleen de spiegel is er. Dat is puur omdat ik één keer een balk had, rolde de balk naar beneden. Ja. En voor de rest, die komt hij niet in de buurt. Nee, ja, dat is toch wel hij goed. Houdt niet van paas. Goed van de paas. Goed van de paas, jammer voor de auto. Ja, hij springt super. Hij is super braaf. Ik had niet verwacht dat hij het zo makkelijk zou doen, maar wat een toppaard. Echt zo cool. En wat gaaf om over die auto heen te springen. Dat geeft echt een kick. Ik had nooit verwacht dat hij het in één keer zou doen, maar hij huppelde er gelijk overheen. Alsof het niks was. Het is echt zo'n goud eerlijk paard. Dus hij heeft wel een extra snoepje verdiend vandaag. Ik ga hem nog even lekker uitstappen. Doe dat. Succes! Braaf, hè? Zeg maar, het paard was klaar, maar Inge en Donna wilden ook nog even. Oké, okay. Nog één keer. Probeer haar. Oh, joh, dat is wat deed je? Ik voel echt een... Hop, kijk, zit een gatje. Nou, knappe Iwan kunnen we wel zeggen dat hij het geweldig heeft gedaan. Maar wij noemen hem Iwan. Maar hij heet eigenlijk Buxy van Manege het Hoog. Dus wil je nou een topbraaf manegepaard rijden? Ga dan vooral op les bij Manege het Hoog in Utrecht. Want ja, die hebben dus superbrave paarden, zoals je kan zien. Ja, die springen gewoon over auto's heen. Ja, ja, als je dat zou willen. Ja, mijn auto heeft het nog een soort van overleefd. Al ja, hebben Donna en Inge redelijk het dak gemold. Ja, het speelkwartiertje van de kinderen heeft meer schade aangeleverd dan mijn speelkwartiertje. Ja, maar... Het is wel een eervol einde zo. Zo is dat. We gaan hem binnenkort naar de sloop brengen. En we gaan Iwan heel erg verwennen. Want die heeft het wel abnormaal goed gedaan. En ik sta nog steeds helemaal te trillen. Ik vond het zo cool. Ik vond het echt gaaf. Ik ben echt heel blij dat het gelukt is. Ik vond het wel spannend. Ik denk nou, wat nou als het niet in één keer lukt. Maar hij heeft het toch gedaan. En wat een paard. Niet normaal. Geweldig toch? Dus bedankt voor je auto. Bedankt voor Iwan. En ik hoop dat jullie er net zo van hebben genoten als kijken. Wij. Want wij hebben enorm veel lol gehad. Met z'n allen zelfs. En... Doe dit vooral niet thuis proberen, maar vond je dit leuk, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben, deel het met je vrienden. En dan zien we jullie natuurlijk bij de volgende video weer. Zeker. Doei doei!